Hoe vaak gaat u met de pomp? Nou, best wel vaak, want ik werk voor de 3 gemeenten, Velsen, Beverwijk en Heemskerk. En ik moet heel vaak tussen de 3 gemeentehuizen in fietsen, dus regelmatig. Op dit moment een keer of 5 in de week, in verband met sporten. 5 dagen per week ongeveer, 4, 5 dagen per week. In 2018 zal de tweede pont blijven varen in de spits. Is dat denk je nodig of niet? Dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me heel erg goede zaak. Ja, als ik zie wat een drukte het altijd is rond 5 uur op de pont, dan zeg ik ja. Ja, dat is echt nodig, want nu zitten 20 minuten tussen. Ik ben net op huisbezoek geweest, dus dat is echt te kort. En 10 minuten elke ochtend, dat is prettig. Dus het is echt nodig. U zei net dat u wat kon vertellen over de pont. Nou, de pont lag eerst ergens anders en toen voeren altijd 2 ponten. Maar ja, door de kosten hebben we nou 1 pont. Maar we zijn heel blij dat die tweede pont in 2018 weer hier komt bevaren. Alleen ik zou die tijden wel iets langer willen, maar dat zijn weer de kosten. Maar ik hoop dat het bedrijfsleven daar misschien wat centjes in kan pompen. Als je 's morgens om 8 uur ziet wat hier allemaal op de pont komt, aan kinderen en alles, nou dat is fenomenaal hoor.